Meneer Kok, heeft u een nieuw maatje aan de begrotingstafel? Als je bedoelt dat dit college heel goed samenwerkt, dat we het prima met elkaar kunnen vinden. Ja, het gaat tot nu toe heel goed. Daarom ligt er ook zo'n mooie begroting. Past die wel een beetje op de centen of wil die vooral dat u ze uitgeeft? Het college werkt verrassend goed samen als het gaat om de financiën. Nee, we waren het echt behoorlijk snel eens over deze begroting. En ja, het is toch een beetje de tering naar de nering zetten. Maar gelukkig is er voldoende ruimte om flink te investeren in de stad. Ja, waarom de tering naar de nering zetten? Het gaat toch allemaal heel erg goed met de economie bijvoorbeeld? Het gaat zeker goed met de economie. Er zijn natuurlijk ook wel wat risico's die er aankomen. We hebben ook een paar tegenvallers vanuit het Rijk. Maar ja, de tering naar de nering zetten, dat moet je altijd doen. En we hebben natuurlijk toch wel grote plannen. De komende 4 jaar gaan we 2,5 miljard euro investeren in de stad. Ja, dat moet ergens vandaan komen. En dat is allemaal goed gelukt om dat netjes in te passen. Ja, is het dan inderdaad niet iets wat u betreft, die hand op de knip, dat de miljoenen wat iets te veel naar allerlei mooie projecten van links gaan? Zoals de VVD bijvoorbeeld nu al beweert. Nou, kijk, er is natuurlijk een coalitieakkoord gesloten met hele grote ambities. Ook veel investeringen, veel extra uitgaven, dat is absoluut waar. Maar dat past allemaal binnen de begroting. We halen ook extra geld op omdat de stad groeit. En we gaan natuurlijk de toeristenbelasting verhogen met ruim 100 miljoen euro. Dus op die manier konden we al die ambities gewoon netjes betalen. Dus dat gaat prima. Maar u had het ook wel vaak over een puzzel zo even. Dat het toch wel een beetje zuur is, dat juist als het zo goed gaat, hè, gisteren Prinsjesdag. Halleluja, koopkrachtplaatjes. En dat hier de afvalstoffenheffing, om maar iets te noemen, flink omhoog gaat. En de lasten sowieso verzwaard worden voor Amsterdammers. Ja, nee, dat klopt. De lasten gaan omhoog. Dat valt overigens wel een beetje mee. De OZB gaat met een euro of anderhalve euro per maand voor gemiddeld huishouden omhoog. Dus dat valt allemaal best mee. We zijn nog steeds een van de laagste van heel Nederland. En de afvalstoffenheffing die wordt kostendekkend gemaakt, dat klopt. Maar ja, daar staat ook wat tegenover. We gaan flink investeren in reiniging en in de stad. En uiteindelijk, ja, het moet ergens vandaan komen. Amsterdam heeft nog steeds een van de allerlaagste lasten van heel Nederland, hè? Wat betreft die systematiek, want we weten nu een beetje wat voor bedragen het gaat, maar echt concrete plannen zijn er nog steeds niet. Nou, volgens mij valt dat wel mee. Er ligt een uitvoeringsagenda, er ligt natuurlijk een coalitieakkoord met heel veel plannen. Alles wat in het coalitieakkoord staat, het geld wat erbij hoort, dat staat in de begroting. Er is nu een uitvoeringsagenda gemaakt voor 2019 met hele specifieke plannen en specifieke targets. Er komt een masterplan voor reiniging en handhaving. Er staat specifiek opgeschreven wat we volgend jaar met parkeren gaan doen. Nou, alle punten die in het coalitieakkoord staan, staan in de uitvoeringsagenda wat we daar in 2019 mee gaan doen. En dat wordt allemaal netjes in de begroting verwerkt. En ja, er zijn grote plannen. En voor een deel moeten de details natuurlijk nog uitgewerkt worden. Maar dat is altijd zo. Met wat voor gevoel staat u hier vandaag de begroting te presenteren? Redelijk positief. Het is wel zo dat ik me zorgen maak over een aantal ontwikkelingen bij het Rijk. Het is natuurlijk zo dat gemeenten, en Amsterdam is geen uitzondering, de laatste jaren meer taken dan geld hebben gekregen van het Rijk. En dat begint wel pijn te doen. Niet alleen in Amsterdam, maar bij alle gemeenten in Nederland. En dat vind ik zorgelijk. En daarover zijn we ook in gesprek met het Rijk.